Dit is een bericht voor alle instanties die zich bezighouden met het veilen van het huis van de klokkenluider Huigenplug. Dat is whiskyverzamelaar Bas Evers van gerechtsdeurwaardekantoor Groot en Evers. Meneer Lahai van Rabobank Eindhoven en mevrouw Offers of Olfers uit Rabobank Offers. Leiden P. Haaglanden. Offers, Simone uit Katwijk, Leiden, Den Haag. En rechtbankpresident Herman van der Meer en landsadvocaat Sikke Kingma. Als u mijn huis gaat veilen terwijl ik binnen zit, dan stel ik u hoofdelijk aansprakelijk voor grootschalige. Dan stel ik u hoofdelijk aansprakelijk. Omdat uw bazen, Ferdinand Grapperhaus en Sander Dekker, betrokken zijn bij fraude in mijn rond. Grootschalige fraude rond het enige gevangenisziekenhuis van Nederland. De buren van de United Nations Detention Unit. Dus als u echt mijn huis gaat veilen, u weet, u kent mijn voorwaarden, ik heb gemaild dat ik als enige de voorwaarden voor deze veiling, als het geveild gaat worden, dat ik erbij betrokken wil worden. Want als u dat buiten mij om gaat veilen, dan zal ik zorgen dat we de kwestie van, ik heb nog informatie ook over de Rabobank, maar ik wil niet dreigen, ik wil gewoon een fair proces, ik wil buiten zijn en mijn zaken kunnen regelen. Maar ik ben nu helemaal onthand, ik zit 21,5 uur achter de deur, ik ben 3 kilo afgevallen, ik eet niet meer. En dat was uit protest, want wordt mij een kuurtje geflikt. En als zelfs Johan Remkes nu Rutte 4 wil gaan formeren, maar terwijl hij, als hij dan, dat hij het mooi vindt dat ik vast zit, wat is er voor een zieke man? Deze man was ooit JOVD-voorzitter en zijn maatje, Ed Nijpels, wilde seks met kinderen legaliseren. Hij weet dat, want ze volgden elkaar op in de jaren 70. Het is gewoon een zieke partij. En laat maar gewoon buiten lopen. Want ze hebben hun mond vol als ze Navalny of wie dan ook vastzit in Rusland, dan zijn ze politieke gevangenen. Blablabla, maar nu ben ik ook een soort politieke gevangene. Wat is dit, joh? Doe ze normaal. Ik wil dit land beter maken. En ik wil ze wijzen. Fraude moet worden aangepakt. Ik was PIW'er en ik werk nu. Ik val nu onder de PIW'ers van PI Almelo. En ik heb hem tegen hun gezegd: de gevangenistop, dat wil zeggen Schippers, José Lazarons, Groothuizen en Erik Nijman, die zijn corrupt in mijn dossier. En die zitten op de Turfmarkt 147 op de 31ste tot de 34ste etage. Ze hebben gefraudeerd over hun eigen gevangenisziekenhuis. En er zijn doden en gewonden gevallen op het Scheveningsterrein. En er is gefraudeerd met de verslagen. Er is constant sprake van fraude. Ik voel me niet op mijn gemak in een tent. Ja, oké, is dat doe je te veel? Nee. Je statement is het belangrijk om nu te zeggen wat je terms zijn als het geveild gaat worden. Mijn terms zijn, ik wil erbij betrokken zijn. Er mag niet zomaar buiten mij om mijn huis geveild gaan worden, want ik heb, ze willen me ook beslag leggen op mijn spaarrekening en mijn rekening courant. En kom op zeg, ik heb de waarheid gesproken, ik heb niet gelogen. En de enige die zich nu constant met de zaak moeit is Sikke Kingma. En zijn kantoor is betrokken bij een megafraude, dus die man is helemaal niet te vertrouwen. Die man mag helemaal geen landsadvocaat meer zijn. Hij is trouwens ook nog geraadseerd bij het Hof in Arnhem-Leeuwarden. En hij is benoemd door Sander Dekker. En dat is in maart 2020 gebeurd. En Sander Dekker is betrokken bij mijn dossier toen ook al. Dus corruptie, corruptie, corruptie. Stop de corruptie. En daar ben ik. Ik ben tegen corruptie. En ik zit nu vast. Ik vocht tegen corruptie. Dus ja, succes. Ik bedank in ieder geval alle mensen die mij hebben, die ook jullie helpen en mij ook helpen, om het onder de aandacht te brengen op Twitter en op Facebook. Dus heel veel dank daarvoor. Ze geven mij ook veel steun. Ik moet nu ophangen, want de andere moet ook bellen. Alles goed, Huig. Bedankt voor je informatie en we spreken.